Ondanks haar vele zorgen om het eigen nest, zag de ooievaar in Roosendaal toch nog kans om een blozende zoon af te leveren bij de heer en mevrouw van Ginderen. De kleine Marinus veroorzaakte, zonder het te beseffen, grote vreugde in Roosendaal, want zijn komst bracht het inwonertal van de stad op 40.000. Voor de jeugd van Roosendaal betekende dit heugelijke feit iets heel bijzonders. Dit namelijk. Stapels beschuit met muisjes lagen hier klaar. De meeste kinderen waren zelf nog te klein om het waarom te begrijpen, maar dat deed aan de eetlust niets af. De Roosendaalse kleintjes hadden deze tractatie te danken aan burgemeester Godwald, die zelf ook wel van muisjes bleek te houden. Een dag lang heeft Roosendaal feest gevierd om de jongste aanwinst van Huize van Ginderen. De enige die er schoon genoeg van had, was de kleine Marinus zelf.